We zitten hier met Cavalli voor Pur TV in Feikoosveld in de Jonge Roelesteeg. Samen met de eerste popster van Nederland, voor mijn gevoel, Walid Zaks. Hallo Walid. Goedemiddag. Het is niet vreselijk om steeds in dezelfde club te zitten. Nee, ik zou het willen dat veel meer gebeurde. Dat je niet één avondje hier, dan een avondje daar. Ik zou veel liever hebben dat je, zoals Toon Hermans, 3 maanden in Carré staat. Ja. Begrijp je? Maar dat is op dit moment niet het geval. Ja. Maar toch zijn jullie na een half jaar daar opgehouden, zijn jullie naar de Rembrandtsplein? Ja, toen, kregen we aanbieding van Kees Manders om daar te gaan spelen. En ook hoger salaris. Ja. En daar kwam de manager Verzetter. Ja, die kwam toen in beeld. John B. Verzetter of zo heet. Nee, John B. Van Verzetter. Die kwam toen in beeld en die zei, ga hits met jullie maken. Nou, die deed ons voorstellen dat hij onze zaken zou doen. En dat we natuurlijk ook Nederland moesten veroveren en niet alleen Amsterdam. En, toen waren jullie alleen nog Amsterdamse, Amsterdamse band. Ja. Ja, we hadden alleen succes in Amsterdam. Dus onze eerste singletjes, dus, dat was toen ik in jaren 14 was, Sun's Going Down, die waren hits in Amsterdam. Ja. Maar buiten Amsterdam niet, nee. Dat is pas met Lying All The Time begonnen. En toen, dat was eigenlijk toen we het voorprogramma deden van de Rolling Stones. En gewoon, wij hadden veel meer succes dan de Stones. En toen zijn we landelijk doorgebroken. En dat de drumstellen in elkaar geslagen werden, of gitaren. Ja. Een hele ruige show eigenlijk, hè? Ja. Ach, dat viel eigenlijk wel mee. Misschien achteraf viel het wel mee, maar toen... Maar dat was toen nogal opzienbaar, want ja... En de lange haren, dat was... Dat was toen voor veel ouders van ons publiek een groot bezwaar. Ja, dat... Die zagen ons toch als onbeschaafde wilde mannen. En die wilden niet dat hun dochters naar die concerten gingen, maar die gingen stiekem. Ja. En, ja. Want jij was een idool ook voor de vrouwen? Ja, absoluut, ja. Ja. Wilhelm, ze zeggen Herman Brood is de rockrolster. En eigenlijk zei dat al, hè? Vroeger. Ja, ik stond ook in schoolagenda's en zo. Dat soort dingen, dus... Ja, daar heb ik veel te weinig poen voor gehad, maar dat mijn foto erin zat. Heb je wel genoten natuurlijk. Ja, dat vond ik natuurlijk wel chic, ja. Ja. Uh-huh. In de bekende Rijam-agenda uit die dagen. Ik weet niet of ik die nog moet staan, maar... Dan moet je die meisjes weten, dat weet ik ook niet. Nee, ik weet het ook niet, maar goed. Nee, maar dat was toen in die tijd. John B. Verzetter, die zei van, ik ga jullie groot maken. Ja. En dat heeft hij in zekere zin ook gedaan. Het is alleen jammer dat een dief was. Een dief uit onwetendheid, of jij denkt echt dat heeft hij bewust? Hij heeft bewust gestolen van ons, bij het leven. Mm-hmm. Zoals het met heel veel artiesten ging toen. Ja, ja. Hoe komt dat al die artiesten zich altijd laten naaien? Omdat ze onzakelijk zijn en andere interesses hebben. Ja. En dus niet op de winkelpas eigenlijk. Is er iets veranderd in, denk je, nu tegenwoordig? Ik ben nog steeds behoorlijk onzakelijk. Uh-huh. Maar, ik ben wel iets voorzichtiger geworden. Ik vertrouw niet iedereen zomaar weer. Hey, de Johnny heeft het best wel goed gedaan. Toen, Ja, dat hij was er wel goed in om ook veel publiciteit op te tongelen en dat soort werk, daar was hij wel sterk in. Eigenlijk. Bijvoorbeeld de truc dat jij je haar hebt laten afknippen voor de tv, dat is een 67, 5 december of 5 november geweest. Dat was blijkbaar heel opzienbarend. Wally Tax, die de langste haren had, de man met de langste haren van Nederland, die knipte het af. Ja. En het werd speciaal. Was dat een idee van hem? Ja, was een idee van hem, ja. Ja. En dat was van 48 centimeter naar 24. Ja. En dat had ik niet moeten doen. Dat was voor veel van de fans was dat een schok. Een zonde bij, ja, hè? Voor je imago, voor je lijn. Ja, dat had ik niet in moeten trappen. Maar daar ben ik wel in getrapt. Ja. Mm-hmm. Ik heb hem om laten lullen. Ja. Ja, zo is het gegaan.
En wat voor doop zaten jullie eigenlijk toen? Ja, dat mag best. Vooral speed en hash. Speed en hash, niet coke of heroïne? Dat was, dat was niet... Nee, heroïne is veel langer daarna gekomen. Ja. Maar gewoon de band zat aan de speed. Ja, maar we hadden vaak. Ja, we hadden soms wel 9 optredens per week. Ja, precies. Op het eind van die Outsiders woog ik nog maar 48 kilo, weet je wel. Op het eind van de Outsiders, was het 69 ongeveer? Ja, eind 69. Ja. Toen had ik ook echt genoeg van. En nou, de contracten waren dus met het management ook afgelopen. Ik was inmiddels 21, kon mijn eigen beslissingen nemen. Nee, want dat moest je toen nog zijn om zelfs je handtekeningen te mogen zetten. Ja, op foto's mocht wel, maar ik bedoel met contracten niet. Dus toen zijn we, dat heeft ongeveer een jaar geduurd, om tax-free voor elkaar te krijgen. En toen zijn we daarmee verder. Ja, genoeg van de outsiders? Ja, ook van de muziek, want we mochten toch nooit iets anders spelen dan... Dat was vanuit de platenmaatschappij? Nee, van het publiek. Oh ja. Die waren zoveel hits gehad. Ik meen wel 20. Mm-hmm. De een wat groter dan de ander. Maar die... dan... Er was ook weinig kans om nog iets nieuws te doen. En dat begon me te vervelen ook. Ja, dat is en natuurlijk ook Ron Splinter was eruit gestapt. En die was een belangrijke factor. Ja, daar heb jij heel veel liedjes mee geschreven. Ja. En jij de tekst. Ja, de melodieën. Ik heb alle teksten geschreven en de melodie hebben we over het algemeen dan... Had ik de basis, de grondmelodie, maar Ron had meer muzikale kennis dan ik. Dus die werkte het af. Ja, die kende de... Ja, die kende meer akkoorden. Maar die ging eruit. Ja, die kon er ook niet meer tegen. Nou ja, en toen was dus eigenlijk de motor weg ook. Dus wij samen waren de motor. Eventjes... een pauze genomen om weer wat gezonder te worden. Mm-hmm. En ook. Maar toch binnen een paar maanden bestond tax-free. Ja, en daar heb je een LP mee opgenomen in New York in Electric Ladyland Studios. Hè? Ja, van Jimi Hendrix. Ja, de oude Jimmy. Ik ben ook een keer geweest van een heel apart studio. Ja, een bepaalde sfeer die eruit straalt. Mm-hmm. Is het iets geworden met die tax-free? Qua hit kwam dat Outsiders heen eigenlijk? Er is een hele moeilijke situatie toen ontstaan. Ik denk dat hij iets van worldwide 100.000 verkocht heeft. Dat is niet... Het is peanuts, maar voor Nederlands begrippen 100.000 is fantastisch. Ja, alleen ik heb er nog nooit een cent van gezien. Alweer niet. Omdat de belastingen dat opeist of omdat er weer een management zat. Ja. Weer een management ertussen. Ja. En dat was Radio Luxemburg. Oh ja. Die hadden Ter Hegge, Huub Ter Hegge, die deed dat toen. En want die geilde vooral op de uitgavenrechten. Mm. Dat was een muziekuitgeverij. En ook weer... bad management. En Amerikanen, daar is, wat dat betreft, moet je ontzettend op je hoede voor ze zijn met hun contracten en zo. Ja. Want er staan zoveel bepalingen in dat het bijna niet te overzien is. Mm-hmm. Dus je moet nooit een contract tekenen wat meer dan 2 A4'tjes is, want dan kunnen ze aan alle kanten naaien en dat hebben ze gedaan. Ja.